De laatste trein voor Kerstmis. Het was de avond voor Kerstmis op het eiland Sodor. En alle mensen snelden naar huis, naar hun familie. Het blijft sneeuwen. Ik heb net het spoor schoongeveegd. Maar morgen hebben we onze sneeuwschuivers gelukkig niet nodig. Dat klopt. We kunnen allemaal in onze warme loods blijven. Oh, waar hebben jullie het over? Morgen is het Kerstmis, gekkie. Dan rijden er de hele dag geen treinen. Mooi. Ik heb het liever een beetje warm. Connor was op het vasteland passagiers ophalen voor Sodor. Maar er waren te veel mensen en zijn coupés zaten vol. Oh nee, nou gaat de trein zonder ons weg. Rustig maar, kleine vent. Ik kom terug, dat beloof ik. Er gaat nog één trein voor Kerstmis. Het was al laat toen Connor station Knapford binnenreed. Meneer, als ik wat meer wagons krijg, kan ik nog één keer naar het vasteland en terug, zodat iedereen thuis is met Kerstmis. Je mag wel opschieten, Connor. Het gaat behoorlijk sneeuwen, zeggen ze. Geen zorgen, meneer. Ik ben een razendsnelle lok. Wagons, wagons, wagons. Hoe kom ik nu aan een extra paar wagons? Neem ons! Wie zei dat? Neem ons als je snel wilt zijn. Dat lijken de sliptreinen wel. Je kan de sliptreinen onderweg loskoppelen en ze het station in laten rollen. Dus dan hoef je niet te stoppen. Perfect. Als ik niet hoef te stoppen, dan ben ik nog sneller. Connor raced terug over het eiland met de sliptreinen achter zich. Maar het ging steeds harder sneeuwen. En de sneeuw veroorzaakte problemen. De locomotieven ploeterden om het spoor schoon te houden. En Paxton was vast komen te zitten. Op dat moment besloot de dikke controleur een mededeling te doen. Er ligt echt te veel sneeuw. Het hoofdspoor is geblokkeerd, dus ik ben bang dat we vanavond geen treinen meer kunnen laten rijden. Maar hoe zit het dan met Connor? En de wachtende passagiers op het vasteland? Gaat er dan geen laatste trein? Het ziet er naar uit dat de laatste trein niet zal rijden, Thomas. Diesel heeft gelijk. We kunnen niet riskeren dat passagiers vast komen te zitten. Maar het sneeuwt al veel minder. Wij kunnen het spoor vrijmaken. We gaan gewoon sneeuw schuiven. Het is te laat, Thomas. Het is al donker. De stations gaan sluiten. Diesel heeft gelijk, Thomas. Het is donker en het is laat. Maar hoe zit het dan met al die mensen die nog voor Kerstmis thuis willen zijn? Precies, ja. Dat wou ik net zeggen. Thomas heeft gelijk. Jullie moeten allemaal samenwerken om de sneeuw op te ruimen en Connor te helpen met de laatste trein voor Kerstmis. Ja, meneer! Er lag heel veel sneeuw op het spoor. De locomotieven moesten hard werken om zoveel mogelijk spoorlijnen sneeuwvrij te krijgen voor de laatste trein. Thomas en Percy maakten de rails schoon tot aan Wellsworth. Kijk, Thomas, denk je dat dat... Oh. Harold, dat is Harold, de helikopter. Hij kijkt of er mensen vastzitten in de sneeuw. Oh.
Edward en Henry maakten het spoor schoon vanaf station Merrin. Maar de sneeuw lag het hoogst bij Vicarstown en Emily was bijna uitgepuft. Wow, hemel, ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien. Oh. Ze kon het spoor naar het vasteland niet schoon krijgen. Diesel had gelijk. De laatste trein zal niet meer kunnen rijden. Wat? Wat is dat? Het is Hiro! Hiro was van de andere kant aan het sneeuwschuiven geweest. Nu was de weg vrij voor de laatste trein van Connor. Dankjewel! Is dat wie ik denk dat het is? Wie? Wat? Oh, sorry. Het is Harold de helikoptermaan. Connor ontkoppelde de eerste sliptrein bij station Kelsdorp. Hij ontkoppelde de tweede sliptrein bij station Merrin. En Thomas was net klaar met sneeuwruimen op station Wellsworth toen Connor eraan kwam racen en de laatste sliptrein losliet. Maar de sliptrein stopte niet. Connor had hem te dicht bij het station losgekoppeld. Vlammende vuurkisten! De passagiers zitten straks vast in de sneeuw! Gelukkig was Thomas er om het rijtuig en de passagiers naar het station terug te brengen. Ja, we zijn er! Dank je wel, Connor. Vrolijk kerstmis. En een vrolijk kerstmis ook voor jou, jongen. Je hebt vanavond uitstekend werk geleverd, Connor. Dank u, meneer. Maar het was nooit gelukt zonder mijn vrienden. Ja, natuurlijk. Dankzij jullie inzet konden de laatste reizigers op tijd naar Sodor terugkeren om kerst te vieren. Vrolijk kerstfeest allemaal, vrolijk kerstfeest en fijne avond. Vrolijk kerstfeest, meneer, fijne avond. Vrolijk kerstfeest, Harold.